Ja, dames en heren, dit is een hele onverwachte video. En dat is eigenlijk omdat net is er iets heel gaafs aangekondigd. En ik ga er denk ik wel een hele grote fan van worden. Want Telltale Games maakt na Game of Thrones, Borderlands, The Wolf Among Us, The Walking Dead seizoen 1 en 2... maken ze dus een hele nieuwe game genaamd Minecraft Story Mode. En Wessel, ik ben hier met Wessel vandaag. Ja. En door Wessel is eigenlijk, heb ik het gehoord, dat de game gereleased wordt, of nou ja, dat hij eigenlijk aangekondigd is officieel. Is, ja. En wat moeten we gaan verwachten, Wessel? Ja, een beetje hetzelfde soort story game als The Wolf Among Us. Dat zoiets, is in ieder geval dat wat gezegd, ja. Ja, maar eigenlijk ook als Borderlands en Game of Thrones. Ja, een combinatie, ja. Ja, en ze hebben een heel kleine demo hebben ze online gezet wat we kunnen spelen en dat heb ik hier voor me. En dat heet dus in de Info Quest. En dat is dus een beetje een idee wat we ervan moeten verwachten. Ik klik op start. Nou, als we de wereld gaan ontdekken. Hey buddy, you're looking well. I have something exciting to share. It involves Minecraft and Telltale Games. How would, en het past niet helemaal op, you like to receive the news? Oké, okay. Je moet dus keuzes maken. Dat is het spel. Het gaat er niet zo uitzien, hè, mensen. Want als jullie weten, de Wolf Among Us ziet er dus zo uit. En zo zie je, als dit Minecraft wordt, wordt het echt heel vet en een beetje grafisch. En hier hebben we een kleine preview van Borderlands. Dat is eigenlijk een van de nieuwere games die ze hebben gemaakt. En het is een beetje een cartoonstijl, hè Wessel? Ja, dus ja, ik vooral heel de Wolf Among Us en zo, dat is wel, ja, ja, mooie verhalen. Wel wat. Hele mooie verhalen hebben ze altijd erin. En ze hebben gezegd dat Steve niet voorkomt in de Minecraft-serie. Nou, hier moet je een keuze doen. What do you want to say? Ik heb tijd, kom we gaan praten, is de middelste. Je bent wel aardig, zegt hij. Ja, er is één ding. Telltale Games are making a video game about Minecraft voor Xbox consoles, PlayStation consoles, voor PC, voor Mac, voor de telefoon en voor Android-based devices. Oké, dus tablets en zo. Nou, het komt in 2015 uit, hebben ze aangekondigd dus. En we moeten dus interactie. What do you want me to say? Shut up and take my money. Oh, thanks. I'm glad you're so... Ik ben blij dat je zo enthousiast bent. Ik was een beetje bang om te kijken naar je reactie was van het nieuws van eerder. Maar je bent heel erg aardig, zegt hij. Je kan nog niet pre-orderen, zegt hij. Behalve dan later in 2015. Ja, dat wordt een soort episodes, net zoals The Wolf Among Us. Ja. 1 en 2. Dan wordt dit dus ook... Ja, ik denk dat het heel goed verkocht wordt. Mijn vraag. Dat gaat heel goed komen. Ik denk het ook wel, ja. Hij zegt, omdat je zo aardig bent geweest, I give you all the info on Minecraft 2. Waarom zegt hij Minecraft 2? Komt er een Minecraft 2? Ja. Ja. This is super secret stuff. I'll just grab the fact sheet from my inventory. Yeah, I won't tell anyone. Ik ga niemand wat vertellen natuurlijk. Oh. Oké. Op YouTube. Ik heb heel veel leuke spullen hier. Het ruikt een beetje grappig. Ik zeg, oh, dat is een vis. Oh, nou, laat me nog eens kijken. Oh, hier is het. Dude, dit is een Potion of Regeneration 2. You're right, I was planning on drinking that after work. Ja, hij zou dat dus drinken na zijn werk. The details have to be in somewhere. Hij gaat nog een keer zoeken. Hij heeft een lege bucket. Yeah, fair point. I brought that thing ages ago. Ik heb dat ding al eeuwen geleden gebracht. Of zo. Ik denk dat ik het nu deze keer heb. Oh ja, ik heb het gekocht. Oh shit, een TNT. That's extremely dangerous. Oh shit. Oh! Oh. Oké. Dat was het. Dat was de InfoQuest. En hij zei... Dat artikel. Waarom zei ze iets van... The Minecraft 2 thing was a joke. Ja. Oké. Er komt geen Minecraft 2. Rustig aan mensen. Mensen dat helemaal... Oh shit. 1.8 is net uit. Maar er komt wel een Minecraft 2.0. Er komt wel. Maar ja, wanneer? Dat weten we niet. Minecraft zal er wel ooit een keer komen. Maar ja, dat zullen we dan wel zien. Er komt een hele grote update. Er komen echt heel veel... Nieuwe doosjes, denk ik. Nou mensen, laat zeker een like achter. En in de comment beneden staat een link met daarin dus. En dan kan je het zelf spelen, het spel. En dan kan je dus de informatie lezen. Dus bedankt Wessel voor het meedoen aan deze video. En ik zie je volgende keer weer terug, hoop ik. Doei doei! Yes, doei!